Welkom bij een nieuwe stream. Ik moet even een stream aanzetten. Hallo stream. Oké. Okay. Mijn livestream heb ik nu open staan. En dan natuurlijk U verspelen. Thuis tegen Juve. Daar nou iemand in de chat. Wie is in de chat? Mijn chat. Niemand in de chat. Oké. Wacht even hoor. Even wachten. Oké, tegen Juven ga ik nu spelen. Maar ik moet even nog wat doen, dus even wachten. En dan nu het potje tegen Juve. Verdediging, oefening. De bel gaat. Dat is niet voor mij. En dan het potje tegen Juve gaat beginnen. En ik heb de aftrap, want ik speel thuis. De bal. Oeh, mijn controller is bijna leeg. Dat is een probleem. Mandé. Even pauze. Oké, ik ben er weer klaar voor. Vrije trap. Oeh, bijna. En dan een corner. Kop hem, kop hem. Let's go! Let's go! En Paru, de man hemzelf. En dan staan we 1-0 in de 7e minuut.
En als jullie het nog niet weten, de naam van dit kanaal is veranderd naar DDFIFA-NL. Omdat ik dit kanaal samen met een vriend van mij ga doen, Dano. Dus hij gaat ook uploaden en streamen. Dus verwacht er veel van nog. Abonneer trouwens ook op dit kanaal, als je nog niet bent geabonneerd. Ik had een goal. Bijna. Perrin met de... Niet meer gehouden. Voorzet. Is... Let's go! Oké, en dan hebben we weer de afstand. En Padu, Reece James, Rixie, terug, Foti Mensa. Oh nee, ik wil fake shot terug. Voorzet. Oh, de, ja. Rixie. Oef. Oké, ik ben weer terug. Ik heb een voorzet. Die ga ik dan nemen. Zo voor. En dat is Keen. Ja, pak hem wel. Nee. Oef. Maar als iets. En Padu. Frictie met de uittrap. Ja, de paas. En dan de steekpaas op Foti Mensa. En dan de kappen. Oh nee, nee. Slecht voor. Hoezo gaat die voorzet ook daarin? Kom terug met die bal. Ja, oké. Okay. Ja. Hoe dan? Hoe kan die mis zijn? De paas naar Rixie. Let's go, boys. Easy.
En dat vlijt af, alsjeblieft, maar ik ben er ook klaar mee. Ja, ik kan toch niet meer scoren. Boeien, doei, vlijt maar. Oh, toch nog de steekpas? Nee. Wordt hem niet. En dat was de eerste helft. Nu direct door naar de tweede helft. Ik heb nog iets te zeggen, want mooie skin die heb ik vorige stream gekocht. Net zo als Foci Mensa. En Chong volgens mij ook. En Piri niet, dacht ik. En dan gaan we nu de tweede helft in. Is wel een beetje een saai potje. Misschien nog wel ietsjes te makkelijk zelfs. Basie. Zinchenko. Oké, Barrow. Schiet hem gewoon. Nee. En dan breng ik vaak nog dan in plaats van Foci Mensa en dan nu de corner en dan kop ik hem en dan mis ik hem.
paas. Oh, door het midden. Dan deze steekbal. Nee, geen goede steekbal. Gewoon schieten. Oké, jongens. Die gaat niet hard goed. Ja, de bal. Oké, door. Dan D. Oké, en een barrow. Door naar Keen. Fake shot. Achter. Oef. Niet goed. Sorry voor jullie oren. Ik ga nu al jullie oogbollen kapot maken. Kijk. Rikt. Als jullie toevallig nog ideeën hebben voor een speler die ik moet kopen, laat het weten in de chat. En als jullie dit nou leuk vinden, kunnen jullie ook op die like-knop drukken. En als jullie het nou heel leuk vinden, abonneer dan op dit kanaal. Oké, dat was dan de wedstrijd tegen Juve. Dus dan gaan we nu verder. Klemtoon. Ik sta nu blijkbaar dus vierde in de league. Tegen Inter ga ik niet spelen. Dus hoi Thijs. Thijs, mijn WhatsApp werkt niet echt. Kan je tegen Daan zeggen dat ik live ben? Hoi Daan, je hebt je naam eindelijk veranderd. Heb ik 30 subs? Leuk. Dano, weet je misschien een speler die ik kan kopen of zo? Als ik weet niet wat voor positie, maar gewoon iets wat handig is. Linksmid of zo.
Dano. Heb je, weet je misschien een speler, een linksmid, die ik kan kopen? Welke? Oké. Maar nergens is, weet ik niet, kan wel. Maar ik bedoel ook voor volgend seizoen, hè. Dat is een beetje duur. Oh, die afkoopclausule. Ik heb niet heel veel geld aan. Ik heb namelijk 6 miljoen, maar voor volgend seizoen bedoel ik ook. Welke speler had ik nou allemaal gedacht? Gakpo. Cody Gakpo. Wie is dat? 7 miljoen afkoopclausule. PSV, wat is PSV? PSV bedoel je? Inleveren van Polen. Polen. De zure tijdens training, welke? Fuu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 
Voor hoe lang is Richie uitgeschakeld in het jacket? 2 weken. Come on. Dan moet ik met John gaan spelen voor 2 weken. En Dinicia. Ik hoop gewoon dat ik Europa League kan halen. Dat zou fijn zijn. Want ja, vorig seizoen was ik 13-0 of zo. Ja, deze loopt deze tijd vast, deze gast. Hier, ga weg. Oké, okay, hallo. En je maalt dat trouwens. Hoezo maal je een banner, een logo? Mijn rol. Hoe is
was Thijs weg? Waarom is Thijs weg? Thijs, waarom ben je weg? Thijs was het joh. Hoeveel geld heb je? Ik heb heel veel geld, ja. Wacht, ik moet even kijken of ik dit heb gewonnen. Heb ik dit gewonnen? Hier, winnen met 4-1. Ja, gewonnen met 1-0. Louter is koud verslagen, zo grappig. Maar deze is even goed als dinges. Maar hij heeft wel een afkoop, dat is jullie goedkoop. Maar deze kan ik alsnog niet kopen. Dano, ga eens weg van mijn account. Grapje. Oké. En effe is met een V, niet met een F. Of even, wat het ook is. Roos, mag ik nog wat vragen? Nee, je mag niet. Je mag niks vragen. Ben ik James Ward? Hoe hoog ben jij? Dat hoog. Oh. Oh, deze ook of hoog. Oh, deze ook. Oh, deze ook. Deze ook. Deze ook. Deze niet. Raket iets. 81 rated boys. Deze gast 74, deze gast 73, deze gast 66, deze gast 78, deze gast 83. Raak voor Callum Hudson Oldboy. Ik ga gewoon het halve seizoen skippen hier. Let's go, skip die halve seizoen. Wacht, ik moet naar January. Hé, hey, hoe noemt die kanaal? Laat maar, ga ze naartoe. Even abonneren. Sassuolo. Dano, heb je jezelf nou echt moderator gemaakt? Oh.
Ja, oké, okay, daarom je profiel is tenminste wel goed, maar je Nederlands niet. Oh, er staat als 4 spelers te trekken. Boeit me helemaal niks. Die is Parma. Oh, ik heb geld. Oh. Let's go, Richie. Oh, I'm rich. Geld, geld, bakken met geld. Ik ben nog lang niet uitgeteld. Er is een speler geblesseerd, zag ik net. Dat is niet heel fijn. Is niet heel fijn. Wie is het? Het is Farouzi, mensen. Lekker spelen. Bij speelt Thijs knife. Ja, maar ik ga die ene gast ga ik niet kopen hoor. Ik ga voor Callum Hudson-Odoi. Kalm. Doe maar kalm aan. Ik denk dat ik gewoon het hele seizoen ga skippen, want het is echt heel saai. Ik ga het seizoen skippen, want ik wil kalm hutsen ontdooi. Nee, Dano, ik doe geen andere club. Dan van het begin stream. Wat bedoel je daar nou? Geen goed Nederlands. Hoi Timo. Dan van het begin streamen, jij leest het verkeerd. Oh nee, maar ik doe geen andere club. Awesome.
Gelijk gewonnen, gelijk verloren, gewonnen, gelijk verloren, verloren, gelijk gewint, wonnen, gelijk. Vijf is prima. Ik wil gewoon die Europa League halen. Dus daar ga ik voor. Niet klaar voor. Voor de volgende wedstrijd. Oh, oh ja. Oh. Nee, Dano, jij gaat... nee, in het weekend heb ik een beetje tijd. Ga jij andere dagen? Nee, maar ik ook... Oké, doe maar. Oké, maak maar een heel leuk schema. Is goed dan. En hier is hij gewoon. En dan is mijn spits geblesseerd. Verdedigen. Nee, eigenlijk niet. Doe pack of zo. Zou ik dit doen dan ook? Zou ik deze doen dan ook? Hoi. En ja, hoi.
hoe slecht is dit? Tapia, jezus. Hier ook wat een Tapia. Ik kan dat niet eens. En dan ga ik, als het volgende seizoen begint, gelijk Callum met Luna Doi kopen. Zijn aardig wat spelen kan krijgen. En dan mag ik best laten gebeuren. Als ik even ga kijken, dan ga ik even naar mijn spelerslijst. Over 2 maanden weg. Ik heb deze nog. Oh, oké, dat ga ik delegeren. Oké, prima. Dan mag ook weg. Deze gast mag weg. Deze mensen doet het goed. Die is ook geblesseerd. Oh, dat wist ik niet. Nog weg. Ik ga deze verlengen en dan ga ik hem uitlenen. Deze kan best blijven. De afkoop is helemaal gebest op. Ik ben een ziel om een topper te worden. Blijven gewoon lekker. Oké, dan ook.
ga even een speler zoeken. Waar ik geïnteresseerd in ben. Financieel. Oké, ik ga nu even naar de wc, dus ik ben er even niet. Ik ben weer terug, jongens. En blijkbaar zullen we nog steeds te wachten. Dus dat wordt saai. En ik ga niks zeggen nu.
Oh, ik zie het. Nice. En dan zitten we in het volgende seizoen en dan kijken we naar mijn helpertje. En dan zien we dat we dit hebben verdiend aan het geld. Oh, daar heb ik echt ziek veel. Mijn naam kwijt. Kan ik die kopen? 75. Nee. Ik had er nog zo'n één in mijn hoofd. Ik weet niet meer welke. Ja? Ja, dat komt best. Zo'n links mids. Dat is iets van 87 of zo. Kan ik Neras nu wel kopen? Dan druk ik op de verkeerde. Ik ben slim, dus niet heel erg. Ja. David. Ja, die kan ik kopen. Oh, die kan ik, die ga ik gratis binnenhalen. Dus dan ga ik over 48 miljoen binnenhalen. Ik ga Neres gratis binnenhalen, ja. Thank you.
Nee, die hebben we binnen. Nee, ik doe geen doorverkoopding. Nee, kan ik nog niet doen. Oh, hij heeft ook afkoopsom. Nee, maar ik kan hem gratis binnenhalen. Het is al ziek goed bij hem. Kan ik net zo goed ze pasen. Zijn korte baas zijn best goed. Lange paas zijn slecht. Ja, klopt. Ik kijk hoe 3 mensen. Wie is die andere gozer? Midveld. Ik zal nog deze verdedigen. Biri? Biri toch? Ja, Biri. Schepping, dit is prima. Ik denk dat ik deze ga upgraden. Laden. 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 Daar is die Capotano. Ik moet gewoon even zo doen en dan werkt hij. Let erop. Moet ik hem wel tegenkomen? Ja, wel.
giveaway. Oh, mijn kans heb ik het. Wow. Nee, ik zie veel te zijn. Even kijken welke shirts vandaag het meeste verkocht zijn. Nee, ik neem niet ontslag. En dan Verenigde Staten. Schiet maar gewoon even snel op. Ik wil graag gewoon met mijn Parma spelen en niet met Peru. In the morning. Transfer bot vervolgens ga ik niet accepteren. Die wijs ik dus heel erg af. Zo, die gaat niet weg hoor. Nee, die gaat niet weg. Nee, die gaat niet weg. Nee, die gaat niet weg. Nee. Oemf. Oemf. Zinchenko, die ga ik afwijzen. Ja? Kom eens. Hoezo? Er is iemand voor je. Oké. Okay.
Hallo, ik ben terug. Snappen ze niet dat ze niet weggaan? Die gaat niet weg, die gaat niet weg. Die gaat niet weg en die gaat niet weg. En Paru, die gaat ook niet weg. En dan gaan we verder. I don't know. Serieus, heb ik niet gewoon mijn tegenstof te horen. Ik ga nu ook gewoon verder doorspoelen. Die transporteren boeit niet. Dan ga ik naar deze dag. Van de Europa League. Europa League. Final countdown. Do.
wedstrijd tegen Lugano. Ik heb geen idee welke club dat überhaupt is, maar we spelen er tegen. En we hebben gewonnen. Trainingetjes zijn redelijk goed afgelopen. Verloren? Wat zie ik nu pas? Hey, hoe kan ik het zo slecht doen trouwens? Komt zo even een Europa League spul. Hoezo verlies ik alles? Wat is dit? Pas, waar is fucking Sinodoy? Nee, Reece James kan op CVM. Kijk, hij kan op CVM. Oef. Die stelde ik. Ik zou het eerst hier. Zie je, dat komt gewoon echt door die Europa League als ik het slecht doe. Ik gelijk met een Celtic.
Ik moet echt een verdediging. Ik moet echt een nieuwe verdediger gaan kopen. Nee, die heeft nog van te lang contract. Contract. Centerback die een beetje goed is, die redelijk goed is. Oh, second best. Wat langs. Virtual. Ik ga gewoon kijken naar hoe lang een contract nog is. Oké, die ga ik halen. Oh nee, wat doe ik? Nee, ik wil nog niet. Darling.
Steeds niet. Dan moet ik wachten tot het januari. Nee, niet scannen, Rudy. Twee dagen naar Sinterklaas. Wat gaan we doen? Gelijk spelen met 0-0. Let's go. Pasje van jou. Dus je slit zelfs op en dan een beetje met z'n dan moet ik kijken. Oh, dan ben je nog helemaal. Ik heb echt een beetje met z'n want je bent plat. Oh, nu kan je een goedje verplakken. Dit moet zijn, hou bij dit. Dit moet zijn, hou bij dit. Hou bij dit. Hou bij dit. Dit moet zijn. Dit moet zijn, hou bij dit. Hou bij dit, hou bij dit, hou bij dit. Hou bij dit. Hou bij dit. Het duurt zo lang. Ik wil echt dat ik beter ga in de league. Ik ga zo slecht. Het duurt zo lang.
te lang. Het tijdje. En ik moet door, dus ik zeg voor de laatste keer. Spijt me, het duurde te lang. Het duurt te lang. Ik eindig niet de stream, dat doe ik later. Ik wacht heel even, want het duurt zo lang. Wow. En jongens, ik zie dat ik nu heb gedingd en ik sta 12 in de league. Wat is dit, poep? Oké, Neres kan niet meer. Daar ga ik het ding eens binnen halen. Van Dijk. Die kwam nog voor 3 jaar mee, dat is prima. Ik hoop dat ze nu nog creëren. Tegenwoordig. Nee. Aanbod. Dan ga ik nu voor andere spelers zoeken met een laag contract die redelijk goed zijn en wat wel een positie is die ik kan gebruiken. Zoals bijvoorbeeld een rechtsback. Dan denk ik aan een Meunier. Thomas. Hij contract verloopt ook, dus die ga ik ook binnenhalen op een pre-contract. Dus als het goed is. Nee, maar ik weet niet hoe goed hij is. Als ik rechtsback krijg. Als ik aan rechtsachter. Goeie rechtsachters. Lopen. Gewoon Bissaka. Nee, maar die ga ik wel in mijn achterhoofd houden. En wacht, wat zeg ik nou? Ja, Walker. Hey, goede afkooples jullie jongen. Hoe is hij teruggekocht? Nee.
gedaan? Met het raam open? Nee. Ja, en hier is dus weggegaan. Om die zaken heb ik niks aan. Wat zie je? Dat duurt voor jou nog helemaal niet zo. Hé, dan nou, ik heb ook Van Dijk, hè. Kijk dan, hè? Boom. Niet weg. Nee, nee, nee. Chris James gaat ook niet weg. Piri, die gaat niet weg, want die heb ik in de basis staan. Deze gast hoeft ook niet weg. Duurt te lang, duurt te lang. Richie omhoog, 88, rechtsbuiten, prima. Bandé. Dano, zou ik Bandé wegdoen? Hij is wissel nu.
had hij zich voor 17,5. Ja. Ik weet echt niet meer wat ik moet zeggen, jongen. Gewoon lekker simuleren tot KGenk, tweede wedstrijd. Daar ging Madlet. Gewonnen. Ja, weet ik. Maar ik ga door totdat ik Champions League heb gewonnen. Gewoon het seizoen skippen. Oh, ik ben morgen gaan tegen Genk. Dat is goed. En tegen Betis. Even kijken of ik dan ook door ga tegen Betis. Titel, Ronaldo kopen. Nee, doe Van Dijk kopen. En die andere rechtsback. Ik ben verder in de Champions League. Dat is wel. De Champions League, Europa League. Wat jij wil, het duurt lang, 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 lang. Ik heb dat liedje in mijn hoofd. Het wordt echt saai. Dit is het vervolg van vervolg 1. Ah, jeboep. Ik ben niet verder in de Europa League. Welke ronde was dat eigenlijk? Kwartfinale. Thank you.
Oké, dan kan je dat naar de schim doen. Doe dat dan naar de schim, jongen. Doe dat naar de schim. Ga er dan niet door, zo, jong. Ik heb de finale gewonnen tegen Hulvoer, tegen Fiorentina. Zevende? Wat ik tegen Juve, Atalanta, tegen Spal, ik even groep, want ik is getopt of zo. En dan opeens hier Parma. En Parma ook. UEFA Super Cup. Oké. Champions League. Oké. Is nog niet gespeeld. Europa League. Wie heeft deze gewonnen? Oh, is ook nog niet begonnen. Ik ben naar hier uitgegaan. Tegen Lazio. Tegen Lazio. En EK. Is nog niet eens gespeeld. Goed gedaan. Leuk. Even kijken naar die soort verkoop, jongens. Dan ga ik even naar financieel, jongen. En dan hier de soort verkoop. Harwerkien, Ritchie. Bijna 200 miljoen inkomsten. Let's go. Wat ik het zo doen. Zo, dat zal ik dit maar zien. Oh, want deze is natuurlijk weg. Maar deze niet. Jullie. Er is geen Champions League volgend jaar, dat is wel poep. Nee, is Europa League trouwens. Oh, maar dat is chill, want dan kom ik hoger in de league.
UEFA Champions League gewoon. Barça. Europa League gewoon. Lazio. Oh. Weet je training al? Hoe kan ik 7e eindigen trouwens met... dit moet ik even gaan doen. Ja, regies verlenging delegeren. Accepteren. Reparo. Dat deed ik ongeluk. Ik vraag nou om ook gewoon een prima rotatie te vinden. Ik denk eerder, maar boeien. Nee, ik wil niet dat Haugen weg gaat. Haugen. Hoezo wilt iedereen weg bij mijn team? Keeper zit er goed. Ik moet even de keeper weer kiezen. Zit ik nog bij die ding? Ja, gelukkig. Yo, wat is de fridge? Wat de fridge? Ik ga niet eens training doen hier. Piri wordt getraind. Als ik in het volgende seizoen zit, eindig ik de stream, jammer genoeg. Ik hoop dat jullie, ik vraag alvast of jullie hebben genoten. Dus hebben jullie genoten? Zeg dan ja. En hebben jullie niet genoten? Zeg dan niks. Dat is geen ja of nee, Dano. Ja, oké, dank je. En dank je ook voor de thumbnail. En maak ook een logo.
Bedankt alvast. En toen was het stil. I like to be still. Het duurt te lang. Ik zit hier al een tijdje. Ja, je kijkt er wel een tijdje, ja. Ik ben al bijna... hoe lang ben ik aan het streamen? Ik ben al 3 uur aan het streamen of zo. Laat maar, ik ben net 2 uur aan het streamen. Oh ja, lekkere minuten. Kijk. Even kijken hoeveel kijken moet ik hebben hoor. Oh, dat kan je niet zien. Dat kan je nog zien. Oké, Sassos 39. Oh, oké dan ook. Nee, dan kan je toch alleen de weergave zien. Oh nee, laat maar. Het duurt te lang. Ik zit hier al een tijdje. En ik moet nu door, dus voor de laatste keer. Het spijt me, het duurt zo lang. Ken je wel hoor, Dano. Ik ga er ASMR doen hoor. Ik wil eerst even dat de rest van mijn spelers binnen zijn bij mijn team en dan stop ik hem pas. Ja, maar dit is altijd zo'n vries momentje van FIFA. FIFA werkt echt heel goed, dus niet.
Heb je nu al binnen? Heb ik ze binnen? Ja, ik heb ze. Ja, nou, wat moet ik met mijn bank doen? Oh, hij is al weg. Ik ben een keeper nodig. Laat me even voor een keeper zoeken. Oh, Nana. Tuurlijk. Oh, Nana. Oh, Nana. Ik ga ook even kijken voor een ander, hoor. Ik heb een te lang contract, ik ga voor een na. Oké, dan. Ik zou als ik jou was voor Wolves gaan, want Chelsea, ja, dat is gewoon al redelijk goed. Echt, hebben ze bijna een menu uit. Geld? Ja, wat is deze? Wat wil jij hebben? Ik geef jou geld. Jij geeft mij geen geld. Hier, wees blij. Wees blij, kijk zijn waarde. Oh, dat is wel goed. Geef een half. Ik krijg niet meer dan 60. Dit weet. 8,4. Goed. Oké, dan. Gewoon die verdediging een beetje krijgen, want anders ga ik niks halen met die ding. Ik ga even voor Rashford kijken wat. Misschien is de contract wel afgelopen of zo dit jaar. Nee, toch niet? Nee. En dan heb ik nu een heel goed team. Wisselkie. Zo. En dan is
slechtste twee plekken is Rhys James en Dimashenko. Dus daar zit ik prima. Een goede rechtsachter. Weet ik niet. Kijk op zo'n FIFA. Ik eindig de stream. Denk ik. Ja, ik eindig de stream. En dan zeg ik zoals altijd. Ik hoop dat jullie hebben genoten. En tot de volgende keer maar weer. En like trouwens. Like en abonneer. En abonneer. En...